De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, van Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben weer een eigen minister. Vandaag werden respectievelijk Henry Ory en Marciano Dassai officieel beëdigd door de president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santokhi. Tijdens de beëdiging gaf het staatshoofd aan dat gezien de uitdagende tijd waarin het land zich bevindt, het belangrijk is om het juiste beleid uit te stippelen die ook zal leiden tot het verbeteren van de situatie in het land. De nieuwbakken minister van Minosé kreeg als opdracht de nodige dialoog te voeren met de vakbonden om de rust in het onderwijssysteem wederom te garanderen. U heeft daarom de opdracht om in deze tweede helft alles op alles te zetten, zodat onze jeugd goed onderwijs kan genieten. Zodat wanneer wij straks actief zullen zijn met onze olie en gas, onze jeugd op de voorlinie staat om ons land te vertegenwoordigen. Ook verwacht ik van u een heel actief cultuurbeleid, zodat via deze sector de staatskas ook weer aangevuld kan worden. De tweede helft zal veel meer vragen van een ieder, maar in het bijzonder van u als minister van Onderwijs. We zullen veel meer daadkracht tonen en met veel meer energie en resultaatgericht gaan werken. Het onderwijsveld is in onrust. Daar begint u vandaag al rust te brengen. Door overleg te gaan met alle vakbonden. Door aan te sturen daar op het ministerie om goed overleg te hebben. En wij doen dat op een correcte wijze met vakbonden die zich ook op een correcte wijze en op een georganiseerde wijze zich aandienen om de belangen van de leden te behartigen. Het zou vooral de prioriteit van de nieuwe bewindsman van ROM moeten zijn om op nationaal als internationaal niveau milieu- en klimaatbeleid uit te stippelen, zegt het staatshoofd. Dit zal moeten bijdragen aan het weer gezond maken van de economie van ons land. De tweede helft legt de focus van het milieubeleid op afvalbeheer, water- en landbeheer zoals goudwinnings- en houtwinningsgebieden en de biodiversiteit. Als er goed overleg is met alle ministeries en alle instituten, maar in het bijzonder met de lokale gemeenschappen. En we zitten terwijl we hier zijn als regering met ernstige incidenten in het achterland, in het district Para, niet ver van ons, waarbij een gewelddadig treffen is tussen Surinamers onderling. Omdat er bepaalde zaken zijn die niet goed geregeld worden op het gebied van grondenrechten, op het gebied van goudwinning, op het gebied van uitgifte van gronden. En we komen straks 2 uur als regering bijeen. En als dingen verkeerd zijn gedaan, uitgegeven, zullen ze teruggedraaid moeten worden. Het ligt in de bedoeling om samen met de toevoeging van de nieuwe ministers te werken aan een beter herstelplan om zodoende ons land te helpen uit de situatie waarin we nu verkeren.